Lokens. Gabriel. Kosicki. Mbatjin. Svoboda. Lokvens. Goed. Goed geschoten, zeg. Hij zag de kans. Svoboda. Prima ingeschoten. Hij kon naar de bal toe rennen. Had het over zich. En zag de fijne hoek die Hesk wel moest laten. Sparta op voorsprong in de 18e minuut. Prima, zo geschoten. Nou, dat is alleen maar leuk voor het verhaal. Guardiola. Dani. Met Bolf. Gabri 1-0. 1-1. De gelijkmaker dus. Toch gelukt. Eigenlijk is dit de eerste keer dat Dani wat nuttigs kan meemaken. En dan is het Gabri die voorbij komt en die de gelijkmaker maakt. Dani met Bolf. Gabri komt voorbij. En zo is het 1-1. Het trieste lot van de verdediger, Bolf. Even is hij Dani kwijt en hij gaat met de buit heen, Gabri. 1-1. Is er nog even de illusie van een succesje in de laatste minuten. Lokvens, strafschop. Nou, zonder dromen kan niemand in de sport bestaan. En dus is het trouwe wachten voor Sparta zo goed als beloond. Zo goed als. Want hij moet erin. En de man die altijd de strafschoppen nam, is geruime tijd geblesseerd. Laband heet hij. Voor 6 tot 8 maanden uitgeschakeld. Hapal is nu de man die de klus mag klaren. Diep ademhalen. Hesp. Ja, dat is geen penalty schieten. Dat is natuurlijk zachter dan zacht. Vrije trap aan de andere kant. Het was niet de zucht van iemand die dacht van kom, ik neem hem. Zodat niemand daar ooit meer twijfel over heeft. Het was de zucht van iemand die dacht waarom ik. Gepoord. Dezelfde hapel door Reiziger. Xavi. De Boer. Gabri. Nou, daar gaat hij er nu wel in. En nu telt hij ook wel degelijk. En dus staat Barcelona nu gewoon nog zelfs op de winst. Waar het recht op had. 2-1. Dezelfde Gabri. Is weer de man van het binnenhalen van de buit. De Boer, Gabri, en Raak met rechts. ...2-1 voor Barcelona. Mocht er twijfel over bestaan, dan is die twijfel weggenomen. Sparta ligt eruit. Barcelona blijft een